30 kinderen die deel uitmaken van de Raad van Kinderen, een initiatief van prinses Laurentien, gingen naar Zeist. We staan hier bij het Wereld Natuurfonds. Hier achter ons worden straks een paar presentaties gehouden. De presentaties gaan over een dilemma. Dat dilemma is: welke rol kan het WNF spelen in het gedrag van mensen? Allemaal heel moeilijk, maar die vraag gaan ze straks hier achter ons beantwoorden. Nou, wat mij altijd helpt, ik ben best wel vaak zenuwachtig, is dat ik eventjes lekker beweeg. Even mijn schouders. Eerst zorgt Sophie van Enk, bekend van Wies de Mol, ervoor dat we een beetje loskomen en minder zenuwachtig zijn. Ik ben gevraagd om vandaag de dialoog te begeleiden tussen de kinderen. Die hebben nagedacht over oplossingen voor het Wereld Natuurfonds. En de mensen van het Wereld Natuurfonds, die zijn er ook bij. Kinderen doen een presentatie voor het management van het Wereld Natuurfonds en André Kuipers. Hij is ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. Wat is er net gebeurd? We hebben net een presentatie gedaan. Wat onze ideeën zijn voor het WNF. Die hebben we net helemaal gedaan. En ze hebben gezegd wat ze van onze ideeën vonden. En ik denk dat jullie daar een paar goede voorbeelden van hebben gegeven. Dus dat vind ik echt leuk om te zien. Ja. En wij vonden deze dingen het belangrijkst. Zwerfafval, voeding en energie en klimaat. Hoe vond je het gaan? Ik vond het zelf heel goed gaan. En volgens mij is WNF heel blij met onze ideeën. Wat vond je zelf de beste oplossing? Ik vond zelf die bubble barrier wel een goede oplossing, want die had 80% van plastic uit het water. We hebben dus hier plastic. De bubble barrier. Deze uitvinding houdt plastic tegen door middel van bubbels. Het is een buis met allemaal gaten en daar komt dan allemaal bellen doorheen. En dan zorgt dat het plastic naar boven gaat en dan kan je het er makkelijker uithalen. Vaak is het in steden begint het en bovenstrooms. Weet je, daar wordt al die troep in de rivier gegooid en dan komt het in de zee. Ja. Dus dit zou je ook gewoon heel prima, denk ik, in Indonesië bijvoorbeeld aan mensen kunnen geven om daar actie te ondernemen. Dus dat vind ik ook wel aardig. Ja, want de prultas. Een leuke manier om het afval te verzamelen en te bewaren om later weg te gooien. Wat mij erg opviel is dat het hier erg over zwerfvuil ging. En heel veel mensen denken daar niet meteen bij na wat voor effect het heeft op de natuur. Het komt in beesten terecht. Er gaan dieren aan dood, die zitten daarin vast. Ze krijgen het, ze eten het op. Dus daarom vond ik het heel goed dat ook dat zwerfafval, want het is direct om je heen. Daar kan je direct wat aan doen. Dus ik vond die tas een heel leuk idee. Dat je het kan samen stampen. Dus dat vond ik een leuk idee, omdat het heel praktisch is. Ik en nog wat andere kinderen hebben zeg maar de afvalwedstrijd bedacht. En daarover verteld. De afvalchallenge. Een wedstrijd om zoveel mogelijk afval te verzamelen. Wat vind je daar eigenlijk zo goed aan? Het maakt kinderen echt bewust dat er zoveel afval ligt. En ze gaan er ook echt iets voor doen. Want ik denk, als je zegt tegen kinderen, we gaan vandaag afval opruimen, dat iedereen zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Nou, ik hoop natuurlijk dat ze er iets mee gaan doen. Maar ik denk het eigenlijk wel, want ze vonden het wel een heel goed idee. We hebben ook met jullie school nu afgesproken om te kijken, als jullie nou zo'n challenge intern bij jullie school gaan doen, dan kunnen wij kijken, wat levert dat nou op? Welke ervaringen levert dat op? En kunnen we dat wellicht in wijken of in delen van steden of misschien in een deel van Nederland gaan proberen? Heel veel mijn oude mensen denken, oh ja, ja, maar niet aan gedacht. Dus dat vind ik heel goed dat jullie daarmee bezig zijn. En het is jullie planeet, strakjes. En dus het is heel belangrijk dat we het mooi houden. Het was een hele leuke dag. We hebben André Kuipers gezien. Ik vond dat de kinderen hele leuke ideeën hadden. Ik ben benieuwd wat ze met die ideeën gaan doen. Tot ziens, doei!